Laten we eens wat meer gaan focussen op trading card van Pokémon. Goedemiddag allemaal en welkom bij deze soort van nieuwe speciale serie die ik wil gaan starten. Die mede mogelijk gemaakt is door Tomof, hè? Want ja, ik heb een vrijkaartje of twee vrijkaartjes die ik weg mag geven in deze video. Meer daarover op het einde van deze video. Maar ik wil deze video over Tomof alvast een beetje gaan gooien in verband met het volgende. Er komt daar een tournament, trading card game tournament. En ja, ik ben daar jurylid en ik dacht misschien is het leuk om wat meer op dit kanaal te doen met de trading card games, aangezien dat ik ook zelf behoorlijk verzamel. Ik heb nog oude kaarten liggen, noem maar op. Maar hoe ik daarmee wil beginnen is, ik heb hier verschillende trading card game producten. Ik heb hier een Vulcanian EX Tinbox en Fates Collide en Steam Siege. Dus die haal ik voornamelijk bij René Cards. René Cards, die staat in de link in de beschrijving. Is ook aanwezig bij Tomofet trouwens. Vind ik leuk om eventjes te melden. Dus dag Tomofet 2017 in Amsterdam, 7 januari. Wordt ook gefocust op trading card game wat betreft mijn kanaal. Dus het is niet alleen maar trading card game, maar voor mij en voor de video. Dus wel in verband met dat ik daar dus heel veel mee bezig ben. Maar goed, wij gaan deze dus heel eventjes unboxen. Dus laten we kijken wat hierin zit. Ik denk dat ik met de tin ga beginnen, of we zien wel. Dus ik doe heel eventjes de camera swappen en dan gaan we kijken wat er in deze pakjes gaat zitten. Dus ik ben heel erg nieuwsgierig. Nou moet ik jullie alvast eventjes vertellen dat ik dus totaal geen professional unboxing ben. En dat ik dus dit wel een hele rare setup vind. Dus voor de kwaliteit wil ik jullie wel alvast eventjes zeggen. Sorry, dit is mijn eerste video met trading card games. Dus ja, ik hoop dat jullie het een beetje kunnen begrijpen als het een beetje wonky is. Nou, ik zou zeggen, ik ga eerst even beginnen met deze open te maken. Dan weten we in ieder geval welke boosterpacks dat we hebben. Dus je weet het, we hebben één Steam Siege, één Fates Collide en dus deze Tinbox. En ik ben al echt heel erg goed met deze dingen open te maken. Misschien dat ik een schaduw bij moet hebben ofzo, maar ik heb nog nooit echt Tinboxes gehaald. Dit is eigenlijk mijn eerste Tinbox, dus ik weet niet echt wat ik ervan kan verwachten. Er zit een Vulcanian AX in. Ah, trouwens, die kan ik jullie al laten zien op het moment dat ik hem openmaak. Dus, dat is mooi. Eens even kijken. Oh, ik vind hem al mooi. Oh, even wachten. Ik zie... Oké, nee, die ligt goed. Ja, codes die geef ik nog niet weg, helaas. Dat komt misschien in een later stadium. Maar de codes die wil ik zelf houden. Dus ik doe de codes heel eventjes aan de kant. Maar hier hebben wij dus de Vulcanian EX. Drie aanvallen. Oh, focus. Focus. Oh boy. Misschien moet ik eventjes de autofocus even uitzetten. Even een seconde. Als het goed is, is het nou een beetje te lezen. In ieder geval Vulcanian EX. Op het moment dat jij een vuurenergie discard, regels die komen voor de mensen die het niet bekend zijn, die regels daar plaatsen uit. Maar goed, Vulcanian EX een ability is als je een vuurenergie discard van je hand, dan kun je een vuurenergie of een vuurpokémon kun je 30 damage meer laten doen. En zelfs voor 3 aanvallen kan die god 130 damage doen. Het is meer eigenlijk een bankpokémon, maar hij is zeker heel erg goed voor mijn vuurdek. Tenminste, bij Tomo zullen jullie dus mijn vuurdek zien. En dan hoop ik dat ik hem heel voorzichtig zo hieruit kan halen. En deze zal ik alvast heel eventjes hier neerplaatsen. Want ja, ik vind hem heel erg gaaf. Goed, terug in ieder geval naar de tinnen doos. Dan gooi ik deze hier ook al even bij, want ik maak het uit. Lekker belangrijk. Zo zien jullie maar weer wat voor onprofessional ik eigenlijk ben. Dat maakt mij niet uit. Ik vind het leuk. Ik vind dit heel erg leuk om te doen. Dus, en dat is natuurlijk het belangrijkste met YouTube-video's. Goed, nou in ieder geval als we dus de tin verder openmaken, dan zien wij hier onze booster packs. En even kijken wat we hebben. Wij hebben een Steam Siege, nog een Steam Siege, een Breakthrough en een X&I Furious Fist. OM goodness, daar ben ik blij om. Want ik weet dat de Furious Fist, daar kunnen namelijk hele leuke evoluties in zitten. Zoals jullie weten, ik ben een grote fan van Eevees. Dus deze, die gaat voor mij heel erg speciaal worden. Dus twee Steam Siege, één Breakthrough. Ik weet dat Breakthrough ook wel leuke Pokémon heeft. Niet helaas evoluties, dus maar Steam Siege. Waar ik naar op zoek aan het gaan ben, dat is voornamelijk Exodias en Steam Siege. In Fates Collide ben ik op zoek naar een Umbreon of Glaceon EX, non-full art, want ja, de full arts die heb ik al. Full art zal natuurlijk helemaal geweldig zijn, want ik bedoel, als je er twee hebt, lekker belangrijk. Maar goed, genoeg geleuter, laten we pakjes open gaan maken. Laten we beginnen met Steam Siege. Ik bedoel, daar hebben we er 3 van en die zijn hier echt zo speciaal. Dus we gaan gewoon beginnen met deze 3. Wauw. Die pakjes hier zijn heel erg... Oké, hier komen we al.
moet ik wel eventjes stiekem even spieken. Ja, hij ligt goed. Dan kan ik mooi de code eventjes weggooien. Nogmaals, ik ben hier heel erg amateurisch in. Jullie horen niet op de bank. Over deze plaat. Dit is een echte officiële speelmat. Of ja, officiële. Die zit gewoon bij een deck. Maar wat ik wel van plan ben is... ik wil zeker een Eevee plaat hiervoor hebben. Om dat zo neer te leggen. Goed, nou, in ieder geval. 3 moet je naar voren gooien als ik me niet vergis. En echt, de professionals die zitten nou te cringen. Pokémon Ranger is op zich wel een hele goede kaart. Die is zeker heel erg fijn. Ik zie hier een Nuzleaf, een Armored Fossil Shieldon, Nosepass, een Litwick. Echt, mijn belichting zal wel heel erg ruizen met schaduw en alles. Dus ik ga proberen iets met de belichting te doen. Dus misschien in ieder geval als het een beetje raar is. Een Dino, een Ponyta, Meryl, een... Volgens mij was dit Reverse Holo. Ik denk het in ieder geval Drifblim en Holy Snijvogels! Holy Snijvogels! Een full... Wauw. Oké, deze die krijgt zeker hier een plaatje eventjes bij. Ik moet zeggen, ik vind het wel grappig, want als ik me niet vergis, hier hebben we de Pokémon Ranger, de gewone, en... We hebben gewoon de full art te pakken gekregen. Dus dat vind ik eigenlijk best wel grappig. Nou, dit zijn in ieder geval de kaarten. Die gooi ik hierbij. En maak je geen zorgen. Ik heb sleeves klaar liggen. Dus we gaan zeker voorzichtig wezen met, met die kaarten. Dus damn! Al gelijk een full art. Daar ben ik best wel blij om. Ik ben echt fan aan deze setup, jongens. Oh, kijk nou trouwens. Een miauw. Oh, spoilers. Oké. Deze die gaat hierheen. Dus Oké, en dan gaan we 3 van achteren en dan hebben we hem zo goed zitten. En dan hebben we weer een Armed Fossil, hartstikke leuk. We hebben Klefki, ik zal hem wat dichterbij houden, dat is wat beter. Een Dewot, Meowth, een Ponyta, Ruffet, ik hoop dat ik zo goed uitspreek trouwens, want echt sommige namen hier bijvoorbeeld. Larvesta, zal wel. Joltik. Deze Joltik vind ik niet zo erg, die andere van Nightmares is veel erger, dus dan zeg je daarvan. Is dit een Talonflame Break? Damn, we hebben geluk op dit moment met pakjes, jongens. Zo, hey. Oh, wacht, dat is niet alles. Er zit een beetje op. Gastrodon. Maar de Talonflame Break, dat is voor een vuurdek. Als ik nou een Talonflame kan vinden, dan zou ik die zeker graag in mijn deck willen hebben. Jeez. Ik denk dat bij Tomofet toch eens heel eventjes wat extra Steam Siege in moet gaan halen om een Talonflame te gaan halen. Want Talonflame is nogal gewild, dus... Omdat ik nou die break heb. 2 energie. Discard al. En die doet gewoon 150. En dan als je 2 vuur energie discard. Dit kan behoorlijk overpowered worden. Wauw. Die gaat zeker hier eventjes bij. Tot nu toe moet ik zeggen dat ik zeker heel erg tevreden ben. Over wat we dus tot nu toe te pakken hebben gekregen. Ik bedoel. We hebben de EX. Die je standaard gegarandeerd krijgt. We hebben Pokémon Ranger op dit moment. En we hebben Talonflame. Ik vind het echt gaaf. Ik vind het zeker echt heel erg gaaf. Nou, in ieder geval. Op naar de volgende. Ik ben heel goed met pakjes openen. Doe dat. Dit komt sneller. De reden dat ik niet knip is... gaan dan geruchten rond van op het moment dat je knipt... dat je dan... bijvoorbeeld goede drops erin gaat gooien. Of tenminste, dat heb ik wel eens gehoord van spelers die dat dan doen. En dat is eigenlijk best wel zonde. Dus... Ninja Boy daar, die wou ik dolgraag hebben. Ninja Boy, die is zeker geweldig. Die wou ik zeker eentje hebben. Ik ben blij met Ninja Boy. Die geef ik even gewoon een Jolteon. Jolteon, hou jij die Ninja Boy nog wel even bij, want dat is zeker een hele goede kaart. En Noord. Weer Pokémon Ranger. Krijgen we dan nog een full art Pokémon Ranger? Dat zou wel grappig zijn. Ik zal dat wat dichterbij houden, want... Oké, een Poppip. Een Litwick. Een Mareep. Ik speel weer te veel Pixelmon de laatste tijd. Een Krogunk. Zeg ik dat goed, mensen? Ik denk dat ik het goed zeg. Tangela. Reverse Holo Chimchar. Tenminste, ik denk nog steeds dat het Reverse Holo is. En oké, nou, hier hebben we dus wel een gewone. Klinklijn. Dat is gewoon een rare. Dit is een Holo rare. Ik vind het wel mooi. Nou ja, 2 van de pakjes van 3 van Steam Siege. Niet verkeerd. Dus we hebben nog Furious Fist. Die bewaar ik nog. We hebben nog een Breakthrough. En we hebben nog Fates Collide, dus ik zou zeggen, laten we Breakthrough maar gaan pakken. Want we hebben natuurlijk de tin, we hebben dus 1 Steam Siege. Ik weet niet welke Steam Siege nou van wat was, maar of de tin of juist niet de tin versie de break heb gegeven. Dat durf ik helaas niet te zeggen. Oké, dan ga ik wel eventjes hier even spieken, want ik weet natuurlijk niet. Ga van de bench af, serieus. Dan weet ik dus even niet. Ik moet hier, kijk, want dan druk ik even wel even draaien. Maar nou zie ik dus dat ik heel eventjes deze zo moet gaan doen.
zelf wel collecten. Dus mijn excuses daarvoor. Oké, nou, 3 van achteren. Weer naar voren toe. En dan gaan we zelf eventjes kijken. Wij hebben een... een rainbow energie. Daar ben ik heel blij om voor mijn Eevee deck die ik ooit wil gaan maken. Dus ben ik wel blij om met die kaart. Oké, ik ga hem even weer dichterbij houden. Cacturn. Een Mewtwo Spirit Link. Want ja, zoals we weten, Breakthrough die stond in... Die ging over de Mega Mewtwo. Een Noibat. Dus een Skiddo. Zorua. Een Vanillite. Een vanille. Een ijsje. Een Flabébé. Een Floette. Een Parasect. En volgens mij is dat de laatste. Ja, Parasect. Het nadeel van Parasect is, bij Generation heb ik Parasect ook veel te vaak eigenlijk gevonden in de Generations als de rare die erin zit. Dus deze heb ik een beetje veel te veel. Ah, ik haat jou, Parasect. Echt serieus. Goed, nou, in ieder geval, laten we hopen dat we hierin dus een evolutie echt zouden krijgen. Al moet ik zeggen dat we nog steeds met Steam Seeds niet mogen klagen. Maar het zal natuurlijk wel heel erg leuk zijn. Dus we gaan het pakje gewoon heel eventjes openen. Ik doe heel eventjes spieken naar de onderkant. Ja, ik moet hem weer zo eruit halen. Ah, dat is zo vervelend dat dat gebeurt. Volgens mij heb ik al een beetje gespoild. Ik heb niks gezien, maar waarschijnlijk hebben jullie het wel gezien of hebben jullie de foto, de film gepauzeerd. En weten jullie dus al wat er gaat gebeuren. In ieder geval, Pokémon Fanclub. Hele goede kaart, ben ik een hele grote fan van. Een, I don't know, Spirit Link. Een, I don't know, ik vind het wel grappig. Oh god, dit is heilig. Dit is echt, deze kaart die gaat naar Mumei. Als Fisherman heeft hij altijd de Helix Fossil bij zich. Dus dat vind ik wel grappig. Oké, we hebben Jigglypuff. We hebben Riolu. Dat is trouwens eigenlijk een kaart voor Leroy. Die is met zijn fighting deck bezig, dus die houdt wel even apart. We hebben een Bronzor. We hebben weer een Deerling. Trouwens, die hebben we nog niet gehad. Een Carbink. Die is heel gemeen, deze. Carbink, EX-Pokémon kunnen hem gewoon echt niks maken. Dus, het nadeel is wel, GX komt eraan. En GX, ja, daar is nou dus deze niet weer gerust. Ik vind hem op zich wel handig, maar goed. Oké, we hebben een Deerling. En nou wordt het dus heel spannend. We zien al een retreat. Ik denk dat dit Tyranitar is. Ik vind het wel grappig als ik gelijk heb. Maar hij is in ieder geval hallo. Dus hallo rare. En ja, hij is wel leuk, maar niet echt waar ik op zoek naar was. Maar goed, kunnen wij een Eevee of een evolutie krijgen? Dat zou dus heel belangrijk zijn. En ik weet Furious Fist... Furious Fist... Ik kan nog niet eens praten vandaag. Furious Fist, die staat daar echt helemaal onbekend. Ik hoop echt dat we dat voor elkaar kunnen gaan krijgen. En hoe lang ben ik eigenlijk al aan het opnemen? Ik zie namelijk geen timer of iets staan. Even tik. Eens even kijken. Deze video is al 15 minuten ondertussen. Dat moet nog uitgeknipt worden en alles. Van tot ik de camera zet en verander en alles. Dus eens even kijken. Hoe zit deze? Dit is een grappig. Oké, nou eens heel even kijken. Want dat doe ik heel... Oké, dat is gewoon Furious Fist. Oké. Zoveel codes die ik heb nou ondertussen. Zo, hey, leuk. Maar als jullie een keertje online wat... training card online willen zien, dan is dat ook mogelijk. Dan doe ik dat gewoon opnemen. Dat lijkt me hartstikke leuk. Dus, oké, goed. Wij hebben een Amora. Dat zegt mij helemaal niks. Licky Licky. Creepy. Een Special Fighting Energy. Ik zou het liefst zelf houden, maar Leroy... Hij komt jouw kant op, Leroy. Deze die is zeker bij jou. Dus, Makuhita. Dat is ook wel leuk. Gotia. Magmar. Onze eerste Pikachu. Is ook heel erg favoriet bij heel veel mensen. Puncham. Reverse Holo. Clancher. En... Machamp. Ik ben teleurgesteld. We hebben geen één evolutie te pakken. Al moet ik wel zeggen... ik stoot goed tegen de camera aan. Al moet ik wel zeggen dat we wel hele leuke kaarten te pakken hebben gekregen. Ik bedoel, deze... Ja, heel erg leuk. Heel erg aardig. Maar voornamelijk echt al die rommel die ik hier achterlaat. Goeie, stout even. Wat ik voornamelijk wel mooi vind is, als je gaat kijken naar deze kaarten die we dus nou hebben. Ik zal het heel eventjes nog bijpakken. Ik vind deze wel heel erg mooi. Volcanion EX. Maar gewoon dat wij een full art trainer hebben te pakken gekregen. Ranger. Die kan eigenlijk ook best wel heel erg sterk zijn deze. Dus tot alle effecten wegvallen. Dus bijvoorbeeld heb je Regice die Resistant Blizzard heeft gedaan. Dus die is nou immuun tegen EX. En je speelt deze, dan kan jouw EX toch gewoon een aanval doen. Dus een hele goede kaart eigenlijk. Ja, en deze Talonflame. Ik moet dan echt gewoon die Talonflame gaan vinden. Dus ik
ga definitely nog wat meer Steamsies halen. Dus René, René Karts, zorg ervoor dat je de Steamsies kaarten alvast klaar hebt. Want echt serieus, hier wil ik zeker voor gaan. Ja, deze die gaat dan naar Leroy toe, deze gaat naar Leroy. Maar deze, ja, een basis Pokémon gewoon veranderen met een basis Pokémon in je deck. En alle energiekaarten, damage counter, status effecten, noem maar op, blijven gewoon in effect. Dus stel je voor dat jij een Pokémon hebt, die ben je energie aan het geven. Maar je krijgt nou in één keer een hele andere kaart, waardoor een andere Pokémon beter is. Dan is Ninja Boy jouw redding. Dus echt een hele sterke kaart. Nou, ik moet zeggen, ik ga deze wel heel eventjes liever. Want ze zijn zeker heel erg mooi. Maar ik doe heel even de camera swap namelijk. Want we gaan praten over de giveaway. Dus in een seconde. Nou, zoals jullie nu kunnen zien. Dus de camera staat iets lager. Maar I don't care. Dit was dus de video. Ik heb hier trouwens nog steeds alles liggen. Dat ligt hier gewoon hier naast me op tafel. Dus kijk, hier op de Pokémon kaarten die we dus te pakken hebben gekregen en alles. Maar goed, daar gaat het nou dus niet om. Dus willen jullie wat meer Pokémon Trading Card Games, unboxing zien? Ik vind het hartstikke leuk om te doen. Ik hoop dat ik de Eevee Playmat snel te pakken kan krijgen. Plus, ja, René Cards. Heb je ook gezegd dat ik jou wat vaker zou gaan noemen? Want ik vind het hartstikke leuk. Misschien dat we nog een leuke video samen ook nog kunnen gaan maken. Dit wil trouwens niet zeggen dat Let's Plays en alles gaan veranderen. Dus Let's Plays blijven gewoon gaan. Maar dit is gewoon iets wat erbij gaat komen. Dus voornamelijk tijdens evenementen en alles kunnen we dan zoiets doen. Ligt eraan hoe, daar moet ik nog even naar kijken. Maar ik vind het wel een leuk idee. Vind je het zelf nou ook een leuk idee? Laat het zeker even weten in de reacties, als je daar natuurlijk de tijd voor hebt. Want Topofair, het is 7 januari 2017 in Amsterdam. Details, link staat natuurlijk, komt in de beschrijving. En ik mag 2 vrijkaartjes weggeven. En om ze te winnen, het enige wat je hoeft te doen. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is in je reactie hashtag PTCG. Pokémon Trading Card Game, dus dan weten jullie dat. Weet je wat, ik zet het gewoon hier heel eventjes neer. Zet dat in je reactie, dan weet ik dat je meedoet aan de giveaway voor 2 vrijkaartjes van Tomofair 2017. En dan hoop ik jullie daar natuurlijk te zien. Winnaar, die trek ik... even kijken, ja, dan wordt het wel een beetje een kort dag, maar dat maakt mij niet echt zoveel uit. Want het is vandaag de 26e, tweede kerstdag. Ho, 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 ik heb mijn kerstmuts nog niet eens op. Schaam. Ik heb wel mijn kersttrui aan. Dat telt. Goed, zo dan. Oh, oh, oh. Zo, hebben we even de kerstmuts op. Ik trek de winnaar, die zal ik trekken op, laten we zeggen, 31 december. 31 december trek ik de winnaar. Dan heb je nog een week voordat je naar de kaartje krijgt. Het enige wat ik dan nodig heb is e-mail, dus dat wordt dan nog gedaan. Dus in ieder geval, laat weten wat je ervan vindt. Hopelijk vond je dit een leuke video. Ik zal hem niet te langdradig maken. En ik hoop meer te doen, want ik vind het eigenlijk hartstikke leuk om te doen. En ja, ik hoop dat jullie dat ook vinden. In ieder geval, bedankt voor het kijken naar deze video. Laat een like achter natuurlijk als je daar de tijd voor hebt. En ik hoop dat jullie een hele fijne kerst hebben gehad. En ja, dan zie ik jullie weer in de volgende video. En de 31ste, natuurlijk de uitslag voor de giveaway. Dus bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Zei ik al, val in herhaling. Doei!